Thank you.
Loopt hij nou goed, Harry? Slaat hij niet meer af? Die van jou? Nee, die van jou. Waar slaat hij af, man? Jouw carburateur is weer helemaal... Oh, wie is dat? Meneer Hema, ik moet jouw auto er ook even op zitten natuurlijk. Dus ik even te wachten op die groene. Alleen, als die koud is, loopt hij verrukt. Ja? Ja, dan loopt hij bijna niet. De rook is de ziekte. Als die warm is, loopt hij zo mooi. Dan loopt hij hartstikke. Hey! Ja, die van Mark is er wel. En hier ook dit wat lachen. Kijk wat er in moet gehad. Hij had wel even gasfilter om over PSV. Oh ja. Wel. Je moet niet in de wind zitten natuurlijk. Die doet niks. Nou, dat moet dan tent opzetten worden. Hè. Half zes. Duurt een uur denk ik. Die later, Harry kan nog steeds niet pitten. Maar deze, heb je extra? Nee, deze keks zijn allemaal extra voor. Ik zal eens even in de werkplaats gaan kijken. Hé, hey. Hallo grote, hallo. Ik moet het toch een plek maken. Pleur meneer. Kom maar, zet hem weer terug. Die blauwe pop moet er gewoon in die andere. Ja, maar waarom dat nippeltje niet? Ik heb wel een pop met een klank, maar geen nippeltje. Dag! Ik zou zeggen, ja, was een jas niet uit de donder. Ik zie erover komen dat het heel niet warm wordt. Wie is dit? Ah, dit is natuurlijk wel. Dit is leuk, joh. De aanbieding van het haarige gauw, van het gouden kou. Zoiets haarlijk schijnt. Van de mij uit je kop. Ja, dat is echt een stuk bij. Jammer dat de hut zijn niet raar. Is dat de overwoord al? Ja. Ja.
Goed, hè? Ja. Hier de klant met een minaar op, jongens. Precies snel nou over, ja. Thank you.
dat is mijn vraag. Wat eten we vandaag, Jens? Nee, ik heb weinig respons gehad. Ja. Nou, dat wordt dus niets. Nou, ga ik even de andere auto's erop zitten. Maar daar zijn we allemaal peren. Dus dit jongens komen bij die oude 7L's allemaal even... Ja, nou ja. Hey pap! Ja? Ja? Hoe zit het dan? Wat een zinkel! Wat een meid! Oh,
Vreedzak. Vreedzak. Hey. Kijk als ze nog slapen. Oh, jouw tasten. Dat is alweer. Alisa. Doe de klep eens dicht. Nee, dat is al wel donder om 3 uur. Dat is wel ouwe. Die Klaas. Een totaal van 15 punten. Ja, die hadden hier ook al zo. Ja, maar. Handen omhoog, ringmeesters. We gaan het klaar. Het valt er toch niet meer op, hè? En we hebben wel een categorie, dus wat dat betreft. En ik zei u nog steeds aan de leiding Carina de Boer met 27 punten. En een gedeelde tweede plaats van die Vos en Jacco Oostenrijk. Batterij, nou ja, doe maar weer. Hij staat vanzelf wel uit. Ja, hij is bijna leeg, maar dat geeft niet. Nou, dit was het eind van de dag.